2012 toonde Renault in Genève de Zoe. En ja, dat was eigenlijk een beetje wat je hoopt van een elektrische auto. Prima 5-deurs hatchback, maar zonder dat hij nou heel erg schreeuwt van kijk maar eens futuristisch en elektrisch zijn. Dat is gewoon een leuk vormgegeven hatchback die toevallig ook elektrisch aangedreven was. En die auto werd dus in maart 2012 getoond en eind dat jaar nog werden de eerste auto's geleverd aan klanten in Frankrijk. En het daaropvolgende jaar, 2013 dus, werden ook andere Europese landen voorzien van zoiets. En het was zelfs een paar jaar lang de best verkopende elektrische auto in Europa en ook in Nederland. En Zoe die werd oorspronkelijk geleverd met een motor met 210 km range. Dat was een 22 kWh batterijpakket. En de elektromotor die had dus die had 88 pk. En dat autootje dat werd in 2015 een beetje opgefrist en toen kreeg hij 240 km range. Maar dat zijn allebei wel, moet ik er wel bij vertellen, NEDC getallen. Oftewel getallen die je in de echte wereld never nooit gaat halen. Realistisch gezien moet je ongeveer 150 km op een batterij kunnen redden. En als het echt koud is, wordt dat nog wel flink minder. Dan zit het eerder rond de 100 km. In 2016 kwam de tweede versie van de Zoe op de markt en die kreeg een 41 kWh accu pakket. Die noemen ze de ZE40, dus al het getalletje een beetje afgerond. En dat ZE staat voor Zero Emission, een beetje de complete lijn van milieuvriendelijke dingen die Renault doet. Die auto die had een range van 400 km NEDC, maar toen riepen ze ook zelf af, nou, dat is ongeveer 300 km WLTP of realistisch gebruik. En daarmee werd de Zoe natuurlijk een heel stuk bruikbaarder. Het vermogen van die auto werd ook iets hoger, 92 pk om precies te zijn. Dus het is niet wereldschokkend dat verschil, maar toch leuk om te melden. Verder nog vertellen dat je de auto in principe koopt en dat je daarnaast een huurcontract afsluit voor een batterij of de batterij erbij koopt. En dat was uiteraard van grote invloed op de aanschafprijs, maar ook voor de occasions geldt natuurlijk. Op het moment dat je een auto koopt waar de batterij al is afbetaald, dat je dan niet een abonnement hoeft af te sluiten. Dat abonnement kost vanaf 60 euro in de maand. Maar dat is voor relatief weinig kilometers. En je kan ook onbeperkt rijden. En dan betaal je geloof ik 120 euro per maand. Er staan natuurlijk met zo'n 115 Renault Zoe's op Autotrek. En die variëren in prijs van 9.000 tot 40.000 euro. En daarmee moet je dus ook weer eventjes in je achterhoofd houden dat die duurdere auto's waarschijnlijk ook al die batterij afbetaald is. En dat je daar dus geen los abonnement voor hoeft af te sluiten. Om de Renault Zoe te kopen, die zijn natuurlijk om te beginnen in principe lage gebruikskosten. Elektriciteit is in principe gewoon veel goedkoper dan benzine rijden. Wil je zeker weten dat het voor jou ook echt goedkoper is? Check eventjes Renault.nl. Daar heb je, als je naar de Zoe toe gaat, in het menu heb je een calculator waarmee je ook uit kan rekenen of het voor jou daadwerkelijk goedkoper is. Moet je natuurlijk in je achterhoofd houden dat die calculator door Renault is gemaakt, maar toch. Verder, in principe is dit gewoon een goed rijdende auto ook. Het valt echt niet tegen. Niet super snel of zo natuurlijk, maar wel lekker vlot op de eerste meters door die electropower. Dus dat is ook best leuk en zeker als stadsauto heel prima. Verder is de Zoe tot nu toe redelijk betrouwbaar gebleken. Maar goed, het is natuurlijk een auto die vijf jaar op de markt is. 6 jaar bijna. Dus er zullen misschien nog wel dingetjes komen. Dat is natuurlijk sowieso ook een beetje een ding met elektrische auto's. Er zijn nog niet zo heel veel elektrische auto's die al lang meegaan. Dus weten we ook niet precies wat er allemaal wel en niet goed meegaat. Aandachtspunten die zijn er natuurlijk ook. Om te beginnen, je moet gewoon voor jezelf bedenken en ook uitrekenen of een elektrische auto voor jouw situatie werkt. Kijk, als jij elke dag vanuit Maastricht naar Den Helder moet en tussendoor nog eventjes in Goes wat moet afgeven en in Leeuwarden nog eventjes naar je vriendin wil, dan wordt het misschien een uitdaging om een elektrische auto te gaan rijden. Maar als jij elke dag 50 kilometer moet rijden naar je werk, enkele reis, en je mag laden bij de baas, dus dat kost je ook nog eens geen geld, dan kan het wel een serieus goedkope manier zijn om je kilometers te maken. Los van het feit of elektro dus voor jou werkt, moet je bij de Renault Zoe rekening houden met een paar dingen. Om te beginnen, de eerste Zoe's die werden geleverd met de
Q210 motor, die was geschikt voor snelladen. Maar toen die werd geüpgraded naar de R240 motor, dus die auto die ook 30 kilometer meer range had, die motor is niet geschikt voor snelladen. Dus dat is wel een serieus dingetje. Als jij denkt van oh, af en toe even snel een beetje prik erbij, dan moet je wel rekening houden dat je dus eigenlijk beter af bent met die auto met iets minder range of met de nieuwere versie met de ZE40 batterij. Verder is het zo dat je die ZE40 batterij ook in een oudere Zoe kan plaatsen. Dat is op zich prima. Krijg je ook meer range, maar het is niet zo dat zeg maar, die range dan precies gelijk is aan die nieuwere Zoe's. Want er zijn ook wat verbeteringen doorgevoerd en onder andere de motoren en de rest van de aandrijflijn en het rollende gedeelte van de auto. Waardoor de oudere Zoe's wat minder efficiënt zijn dan de nieuwe. Dus het is niet zo dat als je die nieuwere accu erin hakt, dat je dan ook meteen alle range krijgt van die nieuwere auto's. Maar je krijgt wel flink meer range. Nou, qua onderstel, eigenlijk één ding waar je even heel goed op moet letten. De Zoe mag je in principe niet zelf opkrikken als je een lekke band hebt. Dus is er een bandenplakzetje in de auto aanwezig. Daarbij heb je dus geen krik nodig. Dat spul kan je gewoon in je lekke band spuiten. Eventjes een klein stukje rustig rollen. En dan vervolgens opblazen met een compressortje wat ook bij de auto hoort te zitten. En dan kan je in principe weer even verder rijden. In ieder geval naar de garage om je band goed te laten repareren. Maar die setjes die hebben wel een houdbaarheidsdatum. Dus check even goed of ze bij de auto zitten en of ze nog binnen de goede datum zitten. Want als ze dat niet meer zitten, dan heb je kans dat ze niet meer helemaal lekker fris zijn en niet meer helemaal hun werk doen zoals ze dat zouden moeten doen. Op het moment dat je op een vluchtstrook staat met een lekker band. Wat betreft het interieur werd er nog wel eens geklaagd over de weerkaatsing van het dashboard in de voorruit. Dat was vooral zo bij de hele vroege auto's. Renault zei in eerste instantie van jongens, wat zeuren jullie nou? Maar het was een wat lichter dashboard en dat weerkaatste echt wel vrij lelijk in de voorruit. En Renault heeft toen op een gegeven moment aangeboden om daar een fix op te doen. En bij latere modellen is ook het dashboard van kleur veranderd en heb je er in principe gewoon helemaal geen last meer van. Qua exterieur zijn er twee aandachtspuntjes om te beginnen. En dat is wel een meteen misschien het meest belangrijke aandachtspunt wat je even moet checken. Is dat het afdekklepje van de stekker, dus onder het logo voor op de neus, dat klapje open. Daaronder zit de stekker voor het laden. En er zit nog weer een extra plastic klepje wat je moet openscharnieren. Er zit ook een veer in. Er staat nogal wat spanning op dat plastic. En dat plastic dat wordt naarmate het wat ouder wordt, gaat stuk. Droogt uit en kan het afbreken. En het vervangen van die unit kost ongeveer €600. Dat is natuurlijk heel veel geld. Je kan daar wel wat aan doen door in ieder geval te zorgen regelmatig dat je het even inspuit met een beetje siliconenspray of iets dergelijks. Dan blijft dat plastic wat langer fris en het veertje blijft een beetje gesmeerd, waardoor er wat minder druk op dat klepje komt te staan, zegt het internet. Dus hopelijk kan je het daarmee voorkomen dat het klepje afbreekt. Want nou ja, als dat zo is, dan moet je dus die hele unit waar de lader in zit, moet je laten vervangen. En dat is duur. Tweede aandachtspunt wat betreft het exterieur is de achterklep. Die rammelt soms een beetje, met name ook bij de vroege modellen weer. En dat heeft ermee te maken dat er wat speling zat op de scharnieren. En dan kon hij een beetje rammelen in het slot. En ja, kan op zich verder geen kwaad. Maar het is wel vrij irritant als je de hele tijd in het gerammel van je eigen auto zit. Wat betreft het elektronische deel van de auto, er zijn niet echt heel gek veel rare dingen nog. Een van de dingen waar je wel met regelmaat wat over leest op het internet is dat er problemen zijn met laden. Maar meestal is dan het laadpunt het probleem. Een laadpaal is ook maar gewoon een ding wat buiten staat in weer en wind. En waar mensen tegenaan kunnen schoppen als ze vandalisme in hun hoofd hebben. Of, nou ja, hè. Er zijn allerlei redenen waarom er iets mis kan gaan met zo'n paal. Vaak is dat de aanleiding en niet de Zoe zelf. Ander dingetje met elektronica is deze unit hier, de R-Link infotainment unit dinges apparaat. En dat ding werkt op zich redelijk, maar niet iedereen is er heel erg fan van. Soms een beetje omslachtig, een beetje lastig in de bedieningen hier en daar, vrij kleine knopjes in de bediening ook. Dus zeker als je wat sneller aan het rijden bent of over drempels zoals wij nu doen, dan is het best lastig om de juiste toetsen in te drukken. Dus ja, wees je daarvan bewust, kijk gewoon even ook of je dat zelf gewoon prettig vindt werken of niet. En anders, schermpjes keurig groot genoeg voor een zuignap. En dan kan je daar weer een houdertje op doen met je telefoon. En dan kan je die gewoon gebruiken voor je navigatie en dergelijke. En tot slot, dat is eventjes een apart puntje voor deze elektrische auto. Omdat je de Zoe in principe koopt en los daarvan een accupakket erbij huurt,
is het zo dat niet iedere verzekeringsmaatschappij dat accupakket ziet als onderdeel van de auto. En dat kan dus betekenen dat als je forse schade hebt en het accupakket daarbij flink beschadigd raakt, dat de verzekeringsmaatschappij zegt van joh, top voor jou, maar wij gaan dat niet vergoeden. Dus check even goed als je een Zoe gaat rijden met je verzekeringsmaatschappij of het accupakket wel of niet meeverzekerd is. Ja, en deze Renault Zoe die hebben we geleend bij Renault Nieuwendijk. En dat is een leuke, want dat is de ZE40 batterij, dus degene met de meeste range. En hij is uitgevoerd in wit, waardoor je dan toch die blauwe accentjes net even wat gaver ziet in de lampen. Dat vind ik persoonlijk dan wel weer tof aan deze auto. Bij Renault Nieuwendijk in Aalsmeer dus. En hij heeft iets meer dan 12.000 km gereden, dus hij is nog redelijk fris. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.